Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it! Ik zeg trouwens altijd goedemorgen, omdat ik mijn vlogs altijd in de ochtend begin. Maar jullie kijken deze vlog waarschijnlijk 's avonds, dus goedenavond of goedemiddag of goedendag in het algemeen. Wherever you are en op welk moment ook. Ik ben alstublieft heel blij dat jullie kijken. Heel fijn. Ik ben onderweg naar de acupunctuur. En ik weet niet of jullie iets nieuws aan me zien. I got my extensions back. En ben er echt super, super blij mee. Ik ben gisteren voor mijn extensions gegaan. Wie mij volgt op Instagram, die heeft dat wel gezien. Ik ga bij Hair Advice, bij Shana en Brent. Zij doen dat echt super, super goed. Ik heb 100 stuks extensions, 40 centimeter, dus niet zo heel lang als anders. Ik heb het minder lang als vorige keren dat ik extensions had. Ik heb gewoon eigenlijk meer de lengte van mijn haar gehouden, maar dan wel dikker. Dus dan weten jullie dat. Zij gebruiken de haren van Royalty Hair Extensions, denk ik. Heel goed haar. Echt top, valt ook niet uit. En ik heb 4 kleuren gemixt. Dus Shana bepaalt echt wel uw kleur op uw eigen haar. En ik heb wel van mezelf een specialere haarkleur met een beetje een mix van kleurtjes. Dus even opletten, want de camion wil hier tussen. En zij bekijkt dan echt van oké, je hebt die kleuren, dus we gaan een mooie mix maken. En dat doet ze dan ook en echt top, want dat is echt, sinds zij mijn haren doet, is het echt het beste ooit dat mijn extensions matchen met mijn eigen haarkleur. Dus het valt echt wel niet op, zoals je kunt zien. Het is echt, I love it. Echt super, super, super blij mee. Ik kreeg ook veel de vraag hoe mijn extensions bevestigd zijn. En ik heb, als ik het goed weet, is dat keratineplaatjes, wat er zo in gesmolten wordt, een beetje achtig. Maar als dat heel goed gedaan wordt, zoals bij Hair Advice, is dat helemaal niet schadelijk voor uw haar. Mijn haar is ook nooit kapot. Ik heb al ondertussen toch weer 2 jaar, denk ik, dat ik extensions heb. Nu had ik wel een periode van 4 maanden zonder extensions. Maar mijn haar is niet kapot. Mijn haar is nog altijd super goed. Dus echt, je moet gewoon iemand zoeken die heel goed extensions kan zetten. Zoals bij Hair Advice. Dat je echt zeker bent dat je haar niet kapot gaat gaan. Want ik heb vroeger, maar dan spreek ik echt over als ik 15 was of zo. Of 15 of 16 of zo. Is bij zo'n lokale kapper dat gewoon laten doen in mijn buurt. En ja, die was niet gespecialiseerd in extensions. Die had daar ook geen opleiding echt voor gedaan. Dus dan was dat niet zo goed gedaan. Dan was mijn haar best wel kapot. Dus daar wat info over mijn extensions. Ook voor de prijzen trouwens, kunnen jullie altijd een berichtje sturen naar Shana zelf. Het account is Hair Advice met een laagstreepje, denk ik. Maar ik zal het hier even op het scherm zetten. Dat is niet raar als je een berichtje stuurt. Hallo, hoeveel is de prijs voor extensions? Gewoon doen als je dat graag wilt weten. Want ik weet natuurlijk niet juist hoeveel stuks jij moet. En welke dikte, welke lengte en zo. Dus dat kun je best even aan haar vragen. Want ja, dat weet ik natuurlijk allemaal niet. En dan gaat zij je daar heel graag mee verder helpen. Ik ben nu dus onderweg naar acupunctuur, naar Wim, in Herkenstad. Dat is niet zo ver, een kwartiertje rijden ongeveer. Maar het is even geleden, ik denk toch al 6 weken. Omdat de laatste keer dat ik moest gaan, was ik niet zo goed. Had ik redelijk wat last van mijn darmen. Dus dan heb ik dat afgezegd. En
terug. Ik kijk er wel naar uit. Ik ga vooral denk ik op mijn stress werken. Want mijn energie zit zo goed de laatste dagen. Ik wil het niet jinxen, maar I'm feeling so good. Echt, mijn vibe is zo hoog. Mijn energie zit zo hoog. Ik voel me echt super, super goed. En ik wil dat graag behouden. Dus ik ga preventief op stress werken met Wim. En ik denk dat ik vandaag weer voor de naaldjes ga gaan. Je mocht kiezen naaldjes of laser. De naaldjes duren iets langer, maar zijn wel sneller, effectiever. De laser moet zo even inwerken. Dus ik denk dat ik voor de naaldjes ga. Je voelt er echt letterlijk niks van. Echt niks. Dus als je ooit eens graag acupunctuur wilt proberen en je denkt, durf ik dat wel? Want dat gaat pijn doen. Nee, echt. Dat is niks vergeleken met bloed trekken en die naalden. Of een spuit krijgen bij de tandarts. Of een tattoo of zo. Dat is echt niks vergeleken. Dat is echt een haarfijn naaldje waar je gewoon echt niks van voelt. Dus je voelt de verlichting waar je op werkt. Maar je hebt er echt geen pijn van. En dat is niet zoals een naald dat buigt ook, omdat dat zo dun is. Dus ja, ik zou zeggen, probeer het om te weten. Ik ben echt wel fan van acupunctuur. Ik merk ook wel gewoon dat dat echt heel goed is voor mijn stress te verminderen. Ook voor mijn darmen, maar daar heb ik minder last van. Dus ik denk niet dat ik daar ga op inspelen vandaag. Ik ga zien en horen wat Wim zegt. Maar we zullen zien. Ik neem jullie mee. Ik probeer iets te filmen. Het is natuurlijk ook wel heel ontspannend. Dus ik moet eraan denken om te filmen. Je denkt dat dat niet ontspannend is, maar het is wel echt heel ontspannend. Gedaan, maar zoals je ziet, daar is ook het lasermachine en er zijn drie verschillende, hè? Heb je drie verschillende lasers? Ja, drie verschillende lasers. Ja. Gewoon een laserpen. Ja. Dat is eigenlijk wel een pen waar we de puntjes mee gaan aansteken. Ja. Ja. Zo, dus de puntjes die je nu met naaldjes doet, die doe je dan eigenlijk met de pen. Ja, die zou ik dan eigenlijk met de pen kunnen doen. Ja. Dan ga ik ze eigenlijk één voor één af. Ja. Dus ik gebruik dezelfde puntjes als ik anders met de naalden gebruik. Ja. Ik kan zelfs voor een andere manier kiezen, en daar heb ik er nu nog eentje van, is dat ik die gewoon plak met een klevertje. Mm-hmm. Plak ik die eigenlijk op de huid, maar kies ik ook weer dezelfde punt. Ja, dat heb ik ook al eens gedaan. Hè? Ja, en soms voor een grotere zone, stel bijvoorbeeld voor een schouder, schouderdiepijn, dan ga ik eigenlijk de kop gebruiken, dat zijn vijf pinnen. En dan heb ik een grotere zone, die gebruik ik ook vaak om een meridiaan te volgen en langs de meridiaan op te gaan. Ja, dat hebben we toen op mijn rug gedaan. Ja, of ook de buik. Ja. Ah ja, mijn buik hebben we daar ook alles mee gedaan. Ja, juist. Dus een buik om die extra ontspanning erin te krijgen, ga ik daar eigenlijk ook die cirkels, gelijk de spijsvertering loopt, ga ik eigenlijk die nagaan. Meevolgen, ja. Dus zoals je ziet, kun je ook andere dingen doen dan de naaldjes. Ik heb er geen probleem mee, want zoals ik al heb gezegd, dat voelt echt heel anders dan echt een naald van een spuit of bloed trekken of zo. Dat is heel dun, dus dat voelt echt heel anders. En voor mij voelt dat wel echt goed en verlichtend. Oké, ik ben nog even naar de Carrefour gegaan hier in Lumme. Ik zag deze. Ik heb echt allemaal gezonde dingen gekocht. Buiten dit. Dat is zo echt van vroeger. Die koala. Beertjes met choco in. Dus ik zag dat en ik wou dat. Ik ga dat openmaken. Met één hand is dat moeilijk. Wacht even. Oké, het is open. Zo zagen die eruit. Als ik me niet vergis, hadden ze dat vroeger in de Aldi of zo, niet?
Oké, nu ga ik toch eerst naar huis rijden om fatsoenlijk te eten. En daarna naar Charlotte en naar mijn mama snel om dingen af te halen. Nu ik een paar van die koekjes heb gegeten, denk ik toch, zo speciaal is dat eigenlijk toch niet. Allee, het is lekker, maar eigenlijk heeft dat ook niet heel veel smaak. Ja, het was het niet waard om te kopen, maar nu ik het heb, eet ik het toch op. Of voor de helft, en de andere helft laat ik voor Niels. Al betwijfel ik dat Niels dat gaat eten, want die is mega goed bezig met zijn eten en met sporten. We hebben een ganse uitbreiding op onze zolder. Met een squatrek en een bankje, bench, om benchpressen en alles te doen. Dus Niels is echt al 4 dagen volle bakken aan het fitnessen. En ik niet. Ik heb mijn regels, dus ik heb een excuus, vind ik. Ik heb gewoon geen goesting. Ugh, nee. Dus I'm the lazy one die koekjes eet. En terug thuis. En dus ook nog even naar de winkel geweest. En ik zal even laten zien wat dat ik heb gekocht. Ik heb zilvervlies rijst gekocht, want dit is de rijst die ik in mijn FODMAP dieet alleen maar ga mogen eten. En volkoren pasta ook wel. Maar mijn FODMAP dieet, dat is iets voor mensen met prikkelbare darmsyndroom. Ik ga dat dus volgen. Dan elimineert je eigenlijk bepaalde FODMAPs, dus koolhydraten. Maar koolhydraten zijn niet alleen brood en rijst en pasta, maar zijn heel veel dingen. En ik ga dat doen, maar ik ga wel wachten tot na mijn verjaardag. Want nu is het eigenlijk nog maar 1 week tot... nog 1 week en dan... Nee, eigenlijk gisteren 2 weken. Ja, en dan word ik 30. Maar je moet dat 2 weken doen, dus... Ga ik wachten tot na mijn verjaardag, want je mocht dan ook geen alcohol drinken en zo. Allee, dat mag, maar dat is beter van niet. Dus ik ga gewoon wachten, maar deze rijst is voor dan. Dan heb ik lactosevrije kaas meegebracht, Gouda en Emmentaler. Ik weet dat die Lea heel duur is, maar het is en het blijft het lekkerste lactosevrije merk, vind ik. Dus ik heb dat er wel voor over. Dan heb ik Naked Bars meegebracht voor Niels op het werk. Even de frigo toedoen, want ik heb die openstaan. Dan heb ik Sif meegenomen, want onze was op. Dan heb ik ketchup, want die was ook op. Maiswafels, want dat mag ik ook tijdens mijn FODMAP dieet. Ik ben al zo'n beetje, als ik in de winkel ben, een beetje per beetje aan het kijken. Wat mag ik niet, naar mijn lijsten. Dus dat ben ik al een beetje aan het doen. Als jullie meer info willen of zo, moet je mij dat maar laten weten. En dan kan ik wel eens een video maken met meer info. Maar het is echt wel alleen voor mensen met prikkelbare darmsyndroom. En je moet daar echt op getest zijn bij je dokter. Anders dan mogen we dat niet doen. Heb ik tomaten mee. Want het wordt dit weekend 16 graden. En als jullie ons al lang volgen, weten jullie dat we met mooi weer obsessed zijn met tomatenmozzarella. Dus ik heb 2 gewone mozzarella's meegebracht en 2 lactosevrije. Dat is die andere nog. Dan heb ik bananen meegebracht. Ontbijtspek voor dit weekend. Amai, dat heeft trouwens... Nutri-score E. Oei. Maar dat is kei slecht, dat wist ik niet. Ja, ik weet wel, ja, dat spek niet het gezondste is, maar zo slecht. Wist ik niet. En dan heb ik 2 Alpro soja yoghurtjes meegenomen met proteïne. Dat mag ik ook nog eten tijdens mijn FODMAP dieet, maar ik ben sowieso lactose intolerant. Wat mijn FODMAP dieet wel een stuk makkelijker maakt, want ik eet sowieso geen lactose. Maar oké, ik ga alles wegruimen. Dan ga ik mij nu al een tomatenmozzarella maken, denk ik. Maar eerst denk ik dat ik nog mijn ademhalingsoefeningen ga doen en mediteren. En daarna ga ik eten maken. Allee, eten maken. Tomatenmozzarella. Dat is niet veel werk.
ademhaling. Dus de oefening is gedaan. En nu ga ik nog een meditatie doen, anxiety meditatie, op de app Calm. Dus dat ga ik nu doen. Want daarvoor ga ik me leggen op mijn rug. De katten zitten hier rechts te kijken naar mij. Maar dat ga ik ook niet filmen. Dus tot zo, want dat duurt 12 minuten. Dus dat is wel even. Oké, meditatie ook gedaan. En ondertussen heb ik mijn eten gemaakt. Eerste tomaatmozzarella van het jaar. Woehoe. En vandaag is het eigenlijk nog niet zo warm. Ik denk 10 graden of zo. Oeh. Ah, 12. Toch. Zo van nog. Dat valt nog mee. Oh, maar amai, zondag wordt het echt gewoon 18 graden. Zalig. Kijk er echt naar uit, man. Niet normaal. Oh, zalig. Oké, ik ga eten. Even werken. Ik ben terug thuis ondertussen. Ik was even mijn airwrap gaan halen bij Charlotte, maar die was niet thuis. Ik weet niet als ik dat al had gezegd. En dan was ik ook snel bij mijn mama nog pakketjes gaan afhalen. Mijn airwrap is back. Charlotte wou die eens testen. Want dat kost... Oh, ik krijg het niet gepakt. Dat kost natuurlijk ook wel veel geld zonder airwrap. En ik zei, mocht mij in rust wel even lenen. En dan kun je zien hoe dat is. En of je dat wilt kopen, ja of nee. Nu ga ik... Amai, dat is hier zo vuil op de grond. Wat is dat? Van de katten. Nu ga ik even opruimen. En voor de rest denk ik dat we niks meer gaan doen vanavond. The usual. Eten. Koken. En tv kijken. Dus ik denk dat ik de vlog hier ook wel ga afsluiten. Want anders is het ook maar content maken om te maken. En dat is ook niet fijn voor jullie. Dus hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!